Mijn naam is Annelies en ik ben een oud-leerling kunst en techniek van Saxion. Inmiddels werk ik al een tijdje en ben ik naast mijn huidige baan ook freelance fotograaf. Ik heb een workflow aangeleerd gekregen op de fotovakschool. Fotovakschool heb ik gevolgd tijdens mijn minor op Saxion. En ik werk nog steeds heel erg fijn met deze workflow. Daarom wil ik jullie deze workflow laten zien. Het gaat over het ontwikkelen van een fotoreeks van RAW geschoten foto's. Ik heb hier mijn mapje RAW foto's. Deze open ik in Adobe Bridge. Waar ik mee begin is een selectie maken van welke foto's ik wil bewerken en welke niet. Dat doe ik door ze een ster mee te geven. Dit is een rating van 1 tot 4 sterren. En ik gebruik meestal 1 ster. Deze foto wil ik wel bewerken. En deze, meestal loop ik er vrij snel doorheen. Zie ik vrij snel welke foto's ik wil bewerken en welke niet. Als fotograaf maak je toch vrij snel achter elkaar een aantal foto's waarvan je al weet dat je ze niet allemaal gaat gebruiken. Nou, ik heb hier een reeks foto's. Je kan ze eventueel dus ook 2, zelfs 5 sterren meegeven. En die verschijnen dan allemaal in submapjes. Ik ga voor de foto's met 1 ster. Die wil ik gaan bewerken. Ik selecteer deze foto's tegelijk en druk op Enter. Hierdoor zal Photoshop openen. En met het programma Camera Raw. Dat is een programmaatje voor RAW-foto's. Waar ik meestal mee begin, is de foto te ontwikkelen. Ik ga de exposure wat aanpassen, de scherpte gooi ik omhoog, ik breng wat levendigheid in de brouwerij en ik schuif wat hier en daar tot ik tevreden ben over de foto. Maar om dit voor alle foto's te doen is nogal arbeidsintensief, dus gelukkig kan het ook in een hele reeks. Wat ik doe is, ik ga naar dit menutje en ik sla mijn instellingen op. Hier heb je de opties om wat uit of aan te vinken. Ik hou ze allemaal aangevinkt en bewaar deze instellingen. Ik zoek de map op van Photoshop programma's. Photoshop. En ik noem dit Roombeek, want daar was de fotoshoot. Die had ik al en die wil ik best vervangen. Wat ik doe is dat ik selecteer een drietal foto's. En dan ga ik de instellingen inladen. Ik pak Roombeek en ik laad het in. En nu zie je dat de instellingen voor deze foto niet geschikt zijn voor deze foto's, maar dat had ik al gezien. Het is slechts een voorbeeld. Wat je kan doen is zelf nog met de hand wat fine-tunen. Een andere optie is om meerdere foto's tegelijk te selecteren en dan met de hand zelf aan de schuifjes te zitten. Je zult zien dat deze foto's nu heel licht worden en heel donker. En dit is ook niet heel wenselijk, want het kost vrij veel, is vrij veel werk. Dus mijn voorkeur gaat meestal uit naar een preset, een algemene preset waarbij de
scherpte iets verhoogd is, de levendigheid iets verhoogd is. En die laat ik meestal in op alle foto's en dan ga ik met de hand nog een aantal kleine veranderingen aanbrengen. Stel dat je helemaal tevreden bent met al je foto's, dan klik je op Done. Ja, gaat terug naar Bridge en dan worden alle foto's ingeladen zoals jij ze hebt bewerkt. Maar nu kan ik ze nog niet gebruiken, want het zijn nog Save Raw foto's. Daarom moeten er eerst JPEGs van gebakken worden. Ik selecteer alle foto's en ga vervolgens naar Extra, Photoshop en Afbeeldingsprocessor. Hier komt een nieuw schermpje. Je hebt de opties om de foto's tegelijkertijd te verkleinen. Dat ga ik ook doen, want ik wil ze graag voor web gebruiken. Dus 1500 pixels is prima. Als je de foto's voor web wil gebruiken, vink dan deze box aan, sRGB. Dat is de kleurinstelling geschikt voor web. Vink je hem uit, dan worden de kleuren geschikt voor print, namelijk Adobe RGB. sRGB dus voor deze reeks. En klik op Run. Ik moet nog een folder kiezen. Nou, laat ik een nieuwe map aanmaken. Deze noem ik JPEG. Open en run. Nou gaat mijn PC vast zo hard blazen dat ik niet meer verstaanbaar ben. Dus het verhaaltje wordt bijna uitgeblazen. Ik laat nog snel zien dat de JPEGs hier gebakken worden. Vervolgens kan je ook nog in Bridge groepsgewijs de naam in een badge wijzigen. Dat is zo gepiept. Ik hoop dat jullie iets hadden aan deze tutorial. Bedankt voor het kijken.